Nou, het was de eerste koffieshop in Amsterdam. Even wacht, ik ga eerst even introduceren, dat is leuker. Ja. Dames en heren, Bernard Bruining, tot op huis. De potvader wordt je genoemd. Hoe zou dat nou komen? Ja, ik heb geen idee. Ik bedoel, ik gebruik dat spul niet. Ik weet wel niks. Ik kom even hier staan, want anders wordt hij boos. Maar ben je gebruikt het niet? Jawel, dat mag ik. Elke dag een joint keeps the doctor away. Hè? Ja, je zegt het. Ja, zeker. Hey, maar luister eens, hoe lang geleden heb je begon zeg maar de koffieshop bij jou, de eerste? Dat was 1973 in Amsterdam. Het ging eigenlijk vanzelf. We waren met zelf vrienden die alles verbloden en er kwamen dan weer vriendjes op af die bij ons kochten. Voor die vriendjes zetten we een kopje thee en op een gegeven moment was het grapje van als we nou thee gaan verkopen, dan verdienen we er nog iets aan. Want alle winst die we aan het dealen hadden, die roten we zelf op. Dat was eigenlijk de reden. En zo ontstond de koffieshop en het idee was dan van nou, je zet iemand voor de bar, die doet net alsof hij een bezoeker is. En die heeft een tas met hasje wiet bij zich en alles voorverpakt in zakjes van 10 en 25 gulden. En dan wist iedere klant dat hij voor dezelfde prijs terecht kon. En was het kopen ook gewoon heel makkelijk. En dat was een beetje de gouden koffieshop formule die in 75 nagedaan werd door het Rusland. De bulldog, toen was het hek van de dam. Toen ging alles los in Nederland. Toen ging alles los binnen de kost van al een keer aan de 1500 van die koffieshops. En dat was gewoon een hele goede regeling, want Nederland was daarmee eigenlijk voorloper in de rest van de wereld. Daarmee werd de hash- en wiethandel transparant. Iedereen betaalde dezelfde kwaliteit. Je kon zien wat er in het zakje zat. Dat was allemaal keurig geregeld. Je wist dat de dealer die je in een koffieshop aantrof, dat het gegarandeerd werd door de shop zelf. Dus dat gaf zekerheid. Je moet je voorstellen, daarvoor waren de tenten waar wel gedeeld werd, maar er stonden tientallen dealertjes in de steeg voor de deur en je moest maar uitzoeken wie te vertrouwen was. En de koffieshop heeft daar dus een einde aan gemaakt en die heeft gezorgd dat het allemaal helder en transparant ging. En had je toen heel veel koffieshops uit de grond gestampt of viel er wel mee? Ik heb niks uit de grond gestampt hoor, want ik ben nooit geïnteresseerd geweest in geld verdienen. Maar ze kwamen wel als paddenstoeltjes uit de grond, ja, rondom me. Dus, iedere keer, iedere maand alweer een nieuwe, iedere week een nieuwe. Het was gewoon een hele leuke tijd. En die grootshop, want je hebt ook die allereerste grootshop heb je neergezet. Is dat lang geleden? Ja, dat was lang geleden. Ik ga even hier staan. Ja. Dat was 1985. Toen hadden we al een paar jaar links en rechts wiettuintjes gedaan. En we dachten van als we mensen leren om wiet te verbouwen, dan hoeft dat niet meer geïmporteerd te worden. Zijn we van dat gesmokkel af, hè? De Klaas Bruinsma en zijn vriendjes die wachten op bad publicity. Dus wij dachten dan, als we nou de mensen leren om zelf wiet te verbouwen, dan verdienen die er nog wat aan. De koffieshops die krijgen veel variëteit aangeboden, verschillende hoekjes en gaatjes. En het is allemaal kleinschalig. En ja, dat was dan de eerste broodshop in 85. En dat heeft 12 jaar geduurd of zo. En alles, iedereen kon kijken, dat is ook de koffieshop, en ging het nadoen. En ging het verbeteren, maar ook veel commerciëler aanpakken als wij denken. Dus goed vol, niet goed vol.